Ja, natuurlijk Visser hier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. En vandaag, jawel, op de achtergrond zien jullie een keertje gameplay, niet van mij, maar van Tim Mega Boertje. En ik zal even kijken of ik zal hopelijk niet vergeten zijn Twitter even in de beschrijving te zetten. Hij haalt hier 81 kills op de map Dome natuurlijk, het is MW3, haalt ook nog een Moab. Dus al met al een hele leuke gameplay om naar te kijken. Hij speelt hier met de P90 en volgens mij speelt hij met de Silencer Extended Max. Speelt hij hier toevallig met zijn MP9. Ja, hij speelt inderdaad met Silencer Extended Max. Toch? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Nou ja, of hij speelt alleen met Silencer. In ieder geval, heb jij natuurlijk een Q&A-vraag aan mij? Dan mag je dat gewoon lekker achterlaten bij de comments. Het is niet zo dat je meteen de volgende week dan je vraag gebruikt wordt. Ik pak al wel eens vragen van een week daarvoor. Omdat ja, ik kan soms niet alle vragen beantwoorden natuurlijk. Dus ik spaar ze wel op dan. En vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje omhoog te geven. Want dat vind ik natuurlijk hartstikke fijn. En een Q&A wordt altijd heel erg goed geliked. Dus ga zo door gewoon, zou ik zeggen. Gaan we lekker over naar de vragen. Ja toch, want de gameplay doet nou, 12 minuutjes, zeg maar. Kleine 12 minuutjes. Dus heerlijk lekker natuurlijk. Eerste vraag van Energy Gamers NL. Q&A. Met welk wapen zou je in het echt wel eens willen schieten? PSVC, ga zo door. Met welk wapen zou ik echt willen schieten? Ik vind zelf de AK-47. Ik zou dat echt wel eens een keertje willen, in mijn handen willen voelen. Zeg maar, hoe dat aanvoelt, zeg maar. En de P90 lijkt me echt wel, dus ik vind echt een vet wapen op een of andere manier. Ja, hij ziet er klein uit, maar hij is niet echt, is nog best wel groot hoor. Maar ja, gewoon, ik weet niet. Dit is gewoon een stoer wapen, vind ik. En ik denk dat ik dus echt de P90 en de AK-47 gewoon wel eens in het echt zou willen vasthouden. Dankjewel voor je vraag. Dan gaan we even over naar de volgende, als dat maar lukt. Nou, dat lukt maar wel natuurlijk. Julian Bal, lekker, goeie fit weer een visie. Ja, dat is alweer van 2 weken geleden. Altijd leuk die Q&A's. Q&A, vind je dat sommige voetballers te snel gehyped worden in Nederland? Bijvoorbeeld El Ghazi, wordt opgehemeld bij VI, week later is niks meer, et cetera. Nou kijk ik niet zo vaak een VI, omdat ik geen, ik heb geen tv-signaal op mijn kamer eigenlijk. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik een beetje de druk heb altijd. Ik vind wel over het algemeen dat inderdaad voetballers heel snel gehyped worden. En vooral in Nederland, bijvoorbeeld Paul, hè, die heeft wel eens vaak discussies met Remco in onze groep over voetballers en zo. En dan gaat het weer over Ajax bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, dat er heel veel talenten zijn en bla 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 bla. En dan uiteindelijk blijkt het toch weer helemaal niks te zijn en zo. Maar ik denk dat het gewoon eigenlijk een beetje komt door de opleiding ook in Nederland. Dat ze al denken snel dat ze bij voorbaat al heel wat zijn, zeg maar. En dat ze al heel erg goed zijn. En er zijn er ook wel een paar die heel goed zijn natuurlijk. Maar ja, mensen, sommigen hebben het echt wel een beetje, ja, dat ze gewoon meteen, ze maken één keer een bal in de kruising. En het zijn meteen wereldspelers. Ja, dat is natuurlijk fucking onzin. Je moet gewoon echt wel wat bereiken. En voordat je wat bereikt, vind ik wel dat je een jaartje of twee jaartjes wel ergens mee bezig zijn. Het probleem is natuurlijk gewoon tegenwoordig worden gewoon heel veel talentvolle spelers gewoon ook direct weggekocht. Dus ik snap wel dat iedereen denkt van, oh, dat is een goede speler, dus we moeten meteen hebben en zo. En dat wordt er alles en zo. En uiteindelijk blijkt het dan weer helemaal niks te zijn. Dus aan de andere kant kan ik dat wel weer een beetje voorstellen. Maar dus ja, ik ben het in principe wel met die stelling eens. Gewoon, voetballers worden te snel gehyped en ze moeten eerst gewoon even laten zien wat ze kunnen. Ja, toch? Ja. Even kijken. Volgende vraag. Van Ilse. Overbeek. Q&A. Wat vind je van de nieuwe Assassin's Creed? Assassin's Creed Syndicate. Nou, ik vind over het algemeen Assassin's Creed echt super leuke serie. Het is wel natuurlijk dat het een beetje uitgemolken is nu, langzamerhand, dat wel. Het is wel fijn ook dat er elk jaar gewoon weer nieuwe dingen in zitten, zoals gewoon het grafisch allemaal beter wordt en zo. Dus ja, en meer missies, verschillende missies en zo. Over het algemeen blijft het wel een beetje dezelfde stijl. Ook dat is wel weer leuk. Dus ja, op zich, ik vind het hartstikke leuk, Assassin's Creed. Ik heb ze ook gewoon bijna allemaal, Assassin's Creed. Ik denk dat ze hem bijna allemaal hebben en zo. Dus ja, ik zal me ongetwijfeld wel weer, denk ik, gaan kopen. Dat denk ik wel. Alleen, ja, het is wel zo, ik ben zelf zoiets van, ja, elk jaar een game uitbrengen.
Ik denk dat het langzaam daar al tijd wordt, bijvoorbeeld dat dit soort games gewoon één keer per twee jaar uitkomen. Dat je er gewoon nog meer veranderingen in doet. Anders wordt het gewoon een beetje te saai, denk ik. En ja, dat is eigenlijk een beetje mijn mening daarover. De volgende vraag van Ken Girls Game. Hoi, ik heb een paar vraagjes. Q&A. Vind je dat je veel rage? Nee hoor, dat is van me. Waar rage je meestal over in een game? Waar niet over? Kan ik eigenlijk het beste zeggen. Waar niet over? Nee, waar over rage je? Lagging natuurlijk. Campers. Dat is eigenlijk denk ik wel twee. Lag en campers. Oh ja, hackers. Maar ja, dat is eigenlijk denk ik wel een rage die iedereen wel heeft, denk ik. Maar lag en campers, ja. Dat is echt waar ik het meest om rage. En wie rage meer? Kings heeft het even een of jij. Nou, Paul kan ook wel rage, moet ik eerlijk zeggen. Kijk maar bij Live Mobile Maandag, man. Dan zie je ineens elke keer die controle dwars door de hele woonkamer heen vliegen. En dan denk ik gewoon, holy shit, ja. Maar dat heb ik weer niet, hè. Ik ga niet met controllers gooien, maar ik kan wel echt boos zijn. En soms is het wel eens ook onterecht, natuurlijk. En soms, vaak is dat terecht. Dus ja. Dus ik denk dat we eigenlijk een beetje... Dat de ene keer dat ik wat meer ben dan hij. Alleen hij gooit wel gauw met een controle. Dus ja. Doei van Fishy. Lisa is de Fish Army. Yes, Lisa. Volgende vraag. Van Jurre Keizer. Q&A. Wat vind je van Michael Jackson, aka The King of Pop? Ik vind Michael Jackson echt een fucking goede entertainer. En ik zeg ook entertainer, dat is natuurlijk geen zanger. Maar hij is gewoon een heel compleet. Hij was natuurlijk een heel compleet persoon. En hij is natuurlijk overleden. Maar ja, ik luister hem vroeger al. Vanaf mijn achtste of zo. Hè, luister ik al naar Thriller en Beat It en dat soort nummers en zo. En ja, gewoon een geniaal persoon vind ik zelf. En heel erg goed ook. Eigenlijk een heel goed persoon. Dus ja, ik heb er echt heel veel naar geluisterd. Ja, nu vind ik het wel heerlijk als ik nog lekker op de radio hoor of zo. Het is natuurlijk heel erg spijtig dat hij overleden is. En ook nog jong, hè? Net 50 was hij. Dus ja, het is, ja, dat is wel jammer natuurlijk. Maar echt, ik vond hem gewoon geniaal, als ik eerlijk ben. De volgende vraag van Jaco Gamet. Q&A. Fish, wat vind je van de beste oplossing tegen campers? Gewoon kop eraf natuurlijk. Gewoon klaar. Nee, ja, wat kop... Campers. Wat kun je tegen campers doen? Je kunt echt bijna tegen campers doen. Nou, zou ik wel zo zeggen. Je kan wel een beetje rekening houden met de mapindeling. Dat is het enige waar je echt een beetje op kan letten als game developer. Dat je gewoon de mappen goed indeelt, zodat ze niet zo erg kunnen campen. Maar echt, wat je echt tegen campers kan doen, is behoorlijk weinig. Eigenlijk. Campers zal je altijd houden. In elke game. Want ja, er zijn gewoon mensen die zijn gewoon minder goed, zou ik het zo zeggen. En die moeten dan gewoon even zo spelen om iets te kunnen halen. En dat is ook wel begrijpelijk aan de ene kant. Alleen het zal, ja, voor mensen die bijvoorbeeld wel heel snel spelen of rushen of in ieder geval gewoon normaal spelen, zou ik het zo zeggen, is het natuurlijk gewoon heel erg irritant. Dus ja, ik blijf erbij. Het enige wat je kan doen is dus die mapindeling. Verder kun je eigenlijk gewoon weinig gaan doen. Volgende vraag van Gamende Stenen. Yo Fish, vette video. Ben je van plan om bij Black Ops 3 weer een oude serie terug te brengen zoals Road to Commander of Goldfish? Ja, zeker ga ik dingen mee doen natuurlijk. Of ik echt een RTC ga doen, dat weet ik niet. Ik wil wel iets extra's erin brengen. Meestal is een RTC is wel leuk. De eerste 10 afleveringen daarna gaan we van dan naar beneden en dan wordt het minder bekeken. En dan ja, schiet het echt niet meer op, zeg maar. Dus ik ga wel bedenken hoe ik het leuk hou, zeg maar. Dus dan gewoon wel iets extra's in doen. Challenges of zo, weet ik veel, zoiets of zo. Om het gewoon, ja, leuk te maken. Ik heb ook wel het idee dat als mensen zien bijvoorbeeld Hekje 40 of zeg maar wat van een serie, dan zal ik denken van, oh, nou, dat hoef ik niet te kijken, want dan moet ik 40 afleveringen terugkijken. Dus dat is ook een beetje een probleem. Dus het moet eigenlijk wel leuk zijn om, zeg maar, elke aflevering gewoon van, dat maakt niet uit als je één keer een aflevering ziet, dat je het gewoon, ja, dat je niet die andere aflevering meer hoeft te zien, snap je? Dat je denkt van,
Oh, moet ik eigenlijk die andere 40 ook wel kijken, want anders snap ik er helemaal niks meer van. Dus ja, best wel lastig. Dus ik ga mijn best doen ervoor, maar ik weet ook niet echt of er behoefte aan is. Dat moet je ook maar achterlaten bij de comments. Hebben jullie wel behoefte aan een road to commander? En misschien in welke Call of Duty hebben jullie daar behoefte aan? Volgende vraag van Tessa Kaldenbach. Zou je ooit een Q&A of een Q&A met als onderwerp een Q&A video willen maken? Ik ben duizelig. Zou je ooit een Q&A? Dus ik ga een Q&A maken over een Q&A met als onderwerp een Q&A. Dat is toch te veel? Ik ga het een keer proberen. Even kijken. De volgende vraag van de Fin478 Q&A. Wat vind je ervan dat je hitmarkers krijgt als je Panic Knife in Black Ops 3? Moest het nou echt 10 Call of Duty's duren? Natuurlijk is dat fucking fantastisch. Echt perfect. Kijk, Black Ops 2, knife systeem is eigenlijk te slecht of te raar, zeg maar. Daarnaast is Ghost is eigenlijk fucking irritant, want je wordt Panic Knife worden en hoor je heel vaak van ja, maar je kan wel dan, diegene gaat wel dood dan waarschijnlijk, want het duurt te lang. Dus dat was ook irritant. En bij Advanced Warfare vind ik het stompen, vind ik gewoon niet leuk. Dus ik ben blij in ieder geval dat je Panic Knife, zeg maar, dat je echt twee keer moet knijven of iemand moet al gehit zijn en dat hem in één keer killen. Ik vind het fantastisch. Dus gewoon heel simpel, ik vind het fantastisch. Nou, ik hoop dat jullie Q&A weer leuk vonden. Vergeet niet het blauw duimpje omhoog te geven. Dankjewel Tim voor de gameplay. En tot de volgende keer en bye bye.